In deze video leg ik je uit hoe je bij een eenvoudige naaimachine het bovendraad inrijgt. Voordat je begint, zorg je ervoor dat je persvoetje omhoog staat. Dit kan je doen door middel van een hendel die aan de zijkant, aan de binnenkant, zijkant of aan de achterkant van je naaimachine zit, om deze omhoog te doen. Vervolgens zet je je naald in de hoogste stand door aan de rechterkant aan de knop te draaien. Zet hem zo hoog dat je ook hier de draadgeleider nog kan zien. Sommige draadgeleiders zie je helemaal. Bij deze zit hij in de machine meer ingebouwd. Maar zorg ervoor dat je deze kan zien. Dan gaan we vervolgens beginnen met het inrijgen. Aan de rechterkant zie je twee pinnetjes in dit geval. Bij sommige naaimachines kan het ook een pinnetje wat net achter de naaimachine ligt, welke je omhoog kan zetten. Hier deze trek je in dit geval uit en hier overheen zet je je klosje garen. Dan ga je met je garen naar de linkerkant. Vaak kom je een puntje tegen of een klosje van metaal waar je je draad omheen doet. In dit geval klikt die bij mij ook en dan weet ik dat die goed zit. Je draad gaat naar beneden, komt dit ijzeren hoekje tegen waar je de draad omheen doet en gaat vervolgens omhoog naar de draadgeleider. Hierbij doe je de draad er omheen, gaat weer naar beneden en in dit geval doe je hem ook weer achter dit pinnetje. Dit pinnetje kan ook lager zitten. Wanneer je dus om deze draadgeleider heen bent gegaan, kom je altijd een pinnetje tegen of een ijzer haakje waar je de draad achter doet. Dat kan dus hier zijn of meer op deze hoogte. Vervolgens gaan we naar de naald, waar we ook vaak een pinnetje tegenkomen waar de draad achter moet. In dit geval zijn het bij mij één van deze twee. Ik doe hem altijd aan de rechterkant. De linkerkant zou je kunnen gebruiken als je iets gaat naaien met twee verschillende kleuren garen. Tot slot doe je de draad door de naald. Even kijken of het in één keer lukt. In dit geval wel. Je trekt de draad 10 tot 15 centimeter door de naald heen. Brengt de draad onder het persvoetje. Zorg ervoor dat er hier geen lusje of knoopje komt te zitten. Doe hem helemaal naar achter. En je bovendraad is ingedrukt.